Leni Lievissen, de vrouw van, zoals ze dat hier in Zoutelanden vaak zeggen. Wat vond je ervan dat je man 12 jaar geleden thuis kwam en zei, weet je wat, laten we eens een kusmarathon organiseren? Dat vond ik prima, omdat we natuurlijk al langer evenementen organiseerden. En daar heb ik zelf ook heel veel plezier aan, dus ja, ik vond het eigenlijk prima. Heb je toen kunnen overzien wat voor evenement het nu is? Nee, dat heb ik nooit kunnen bedenken dat het zo groot zou worden. Ik had ook altijd zelf de gedachte dat het wel kleinschalig zou blijven. Maar dan hadden we het ook alleen nog maar over de marathon en niet over de evenementen die erbij gekomen zijn. En daar groei je langzamerhand in en ja, dat draait automatisch door eigenlijk. Hebben jullie wel eens ruzie over die marathon? Ja hoor, heel veel. Zeker de laatste weken. Dan is het in huizen liever ze niet altijd zo gezellig. Maar dat wordt dan ook weer gelukkig goed gemaakt. Dat zijn alleen de spanningen. Want is er dan veel spanning? Bij mij zeker. Ik heb best wel veel spanning. Ja, dat ik heel bang ben dat het niet goed zal lopen of dat er iets niet geregeld is. En Lijn zegt dan altijd, je moet niet blijven controleren, want dat vindt een ander ook heel vervelend. Je moet vertrouwen hebben. En is het niet geregeld, dan gaan we een oplossing zoeken. Betekent dat dat je moeilijk kan loslaten? Ja, heel moeilijk. Ja, ik wil graag alles een beetje toch in de hand hebben. Ja, en met 11.000 deelnemers kan dat natuurlijk niet. Nee, dat kan niet meer. Maar gelukkig hebben we een heel leuk team rondom ons. Waar je gewoon op kan vertrouwen. Die alles doen zoals dat het moet. Dus dat is fantastisch. Hoe is Lijn in aanloop naar die marathon? Hoe bedoel je? Qua karakter? Qua persoonlijkheid? Ja, hij heeft qua een hele... Humeur is... Hij is altijd vrolijk. Maar hij heeft wel een hele sterke persoonlijkheid. Het is wel wat hij in zijn hoofd heeft, dat probeert hij toch wel op zijn manier te doen. En daar ontstaan wel eens woorden over. In zo'n kusmarathonweekend wordt Lijn een beetje gezien als de burgemeester van Zoutelanden. De grote organisator van die kusmarathon. Geeft dat een bepaalde jaloezie? Ja. Nee, helemaal niet. Nee. Hij tilt de winnaar op bij de finish. Ja. En waar sta jij dan? Oh, ik sta daar een eindje verderop te kijken. Nee, jaloers, dat weet ik niet wat of is. Dat ken ik niet. Lijn noemt je de stille kracht achter die kusmarathon. Wat vind je ervan? Prima. Ja, vind ik echt. Dat moet ook maar zo blijven. Ja. Dat doet je eer aan? Ja, ja. Ja, als ik natuurlijk iets moet doen wat je zelf niet prettig vindt, dan kun je dat ook... ik denk dat daar kun je eigenlijk nooit goed in voelen. En dat wil ik gewoon zo laten. Ben je trots op je man? Ja, daar ben ik super trots op. Waarom? Omdat hij dat allemaal doet. En hij zit er ontzettend ontspannen in. Dat kan ik van mezelf niet altijd zeggen. Bij mij kost het wel wat meer energie als bij hem. Maar als ik zo thuis gewoon ben en ik kan doen achter de coulissen wat er gedaan moet worden, dan geniet ik echt.